Birgit woont in een klein Noors dorp, gelegen in een rotskloof in de Glendangerberg. Een massief met hoge besneeuwde toppen, gletsjers en rotspartijen. Er zijn diepe ravijnen, uitgesleten door woestkolkende rivieren, verraderlijke stroomversnellingen en moordende watervallen. En ze zeggen dat binnen in die berg, in griezelige grotten, de bergkoning woont met zijn trollen. Birgit keert na een maandenlange zwerftocht in de bergen terug naar huis. En hij geniet van de morgenstemming. Leeft samen met zijn moeder in ellende en armoede. Zijn vader liet het gezin in de steek. Peer is vreselijk koppig en opstandig. Hij is een bluffer, een asociale egoïst en leeft in een fantasiewereld. Het gaat niet zo goed met hem. Op een bruiloft ontmoet hij de mooie Solveig. En het is liefde op het eerste gezicht. Maar Solveig wijst hem af. Toch blijft Solveig in zijn gedachten. Op een dag wordt Peer verleid door de dochter van de bergkoning. Hij daalt met haar af in de grot van de trollen. Maar trollen zijn onbetrouwbare, gevaarlijke wezens. Domme mengsels van mensen, fabelwezens en dieren. Ze kunnen niet tegen zonlicht en niet tegen klokgeluid. Peer denkt dat het leven als trol best fijn zou kunnen zijn als je dan nooit meer mens hoeft te zijn. Hij is nu in de hal van de bergkoning. Thank you.
Gelukkig trapt hij er niet in en ontsnapt hij nog net op tijd aan de trollen. Hij verschuilt zich in een hut diep in het bos. Solveig, die steeds van hem is blijven houden, zoekt hem daarop en wil zijn lot delen. Maar daar komt ook de dochter van de bergkoning. Zij eist ook zijn liefde op. En Peer slaat op de vlucht en laat alles en iedereen achter. Hij trekt terug naar het dal. En daar vindt hij zijn moeder, die stervende is. Dit is Azes dood. Trekt de wijde wereld in en beleeft allerlei avonturen. Hij komt zelfs in Marokko en belandt bij een Arabische stam waar hij zich als profeet laat vereren. Daar krijgt hij ook een kortstondige liefdesaffaire met Anitra, de dochter van een Bedouïne stamhoofd. Maar ook dat avontuur loopt slecht af. Anitra besteelt hem en laat hem totaal berooid achter. En het begon allemaal met Anitra's dans.
naar het mysterie van de waarheid, gaan zijn ogen open. Peer ziet in dat zijn leven mislukt is. Verbitterd en ontgoocheld reist hij terug naar zijn geboortegrond. En hij beseft dat hij altijd naar Solvay heeft verlangd. En dat Solvay altijd op hem heeft gewacht. Tijdens zijn terugreis hoort hij het lied van Solvay.